Ik hou wel van. Kom hier net een vlieg langs. Ik hou wel van boeken. Ik heb net een boek besteld. Ja, ik weet niet of dat echt veel voorstelt. Ik ga het zo meteen openmaken. Het gaat over Porsche. Maar op zich hou ik wel van boeken. Mijn boekenkasten zijn nog niet klaar. Maar ik zou ze graag allemaal. De meeste staan op zolder op dit moment. Maar zeker boeken met veel foto's. Zo heb ik van Porsche ook een reeks van Bart Kuikens. Die eigenlijk een Belgische fotograaf. Die een reeks van Porsche 911 serie reeks heeft. Met allemaal foto's van Porsches. Ook de manier, hij documenteert ook hoe dat hij zijn foto's maakt. En je ziet dan bijvoorbeeld met Leica, met Hasselblad enzo. Dat hij met, dat hij ook analoog werkt en zo, heel toffe dingen. En nu kwam ik hier in. Ik kwam hier net een vlieg langs. In dit boekje, dat is eigenlijk een automagazine dat mijn broer mee had voor mij, dat hij uitgelezen had. Het was niet zo, het was niet zo recent, ging ik zeggen. Waar staat een datum? Nou, hier op de zijkant. Ja, nummer 8. Ik weet niet welke maand dat dan is. Pak dat 1 per maand. Dus het is augustus 2019. Dus het is eigenlijk al bijna een jaar oud, dat boekje. Maar er stond in dat boekje reclame voor een special. Daar is die vlieg weer. Daar zal ik straks korte metten mee maken. Ah, die elektrische auto staat er ook in van in Nederland. Hoe noemt dat? Die op zonne-energie of die zou kunnen laden. Nooit volledig opladen, maar die onder andere zonnepanelen in tak verwerkt heeft. Het is iets van in Nederland, van de universiteit in Nederland of zo'n project. Maar ik ben nu aan het zoeken. Er stond reclame in voor een boekje, een special edition over Porsche, over de historiek van Porsche. Van de 911-reeks zelf, denk ik, was het specifiek. Ah, ja. Oh nee. Ja, we zitten hier met een. Met een baby die beginnen kruipen is en van alles ontdekt. En dan zo, ze is nogal zot van boekjes en ze scheurt daar dan dingen uit natuurlijk. Dus het gaat eigenlijk, ik heb een technisch probleem, het gaat eigenlijk over deze. Het gaat eigenlijk over, ah is dit? Nee, dat is iets anders. Het gaat eigenlijk over deze bladzijde. Maar goed. Je kunt nog een deel zien, een nieuwe Porsche 911, dus rond die periode zal de 911, de 992 zat dan zeker, de laatste nieuwe Porsche uitgekomen zijn. Ja, hier staat de 992. En ze hadden eigenlijk van dit boekje, Auto Review is het magazine, hadden ze een special edition magazine over de Porsche 911. Dus het gaat dus, je kunt nog net zien dat het over de Porsche 911 specifiek gaat, de historiek. Vrienden van ons die zeiden die dit weekend ontmoet hebben terug, die zeiden van, die had net een nieuwe auto gekocht, een Peugeot. Eigenlijk het enige wat ik wist over Peugeot is dat de 911 911 noemt, omdat Peugeot eigenlijk ging dat 901 noemen, maar omdat Peugeot de rechten had op of meende te hebben op auto's met een 0, dus die hebben de 301 enzovoort. Dat was nu de Peugeot 5000 N1 of 5003 of 5008 zelf is dat zeker tegenwoordig. En zo een SUV die vreemd genoeg nog vrij, dus die wel hoog op de banden stond of op de wielen stond, maar toch nog een laag dak leek te hebben, maar vooral heel breed was. En ze hadden een kindje op komst, ze hebben drie kinderen binnenkort. Dus ze wouden vooral een auto waarin je drie maxicosis van achter met Isofix op de achterbank kon vastmaken. En die 5008, die auto had dan blijkbaar. Maar ja, dus, terug naar het boekje. Dit. En dan heb ik dat. Er stond hier nog een link. Ik zal zien of ik de link nog kan vinden waar je het kon bestellen. Ik ben gaan kijken naar die link en bleek dat die link er nog altijd was. En dat je nog altijd kon bestellen. Ik heb het dus direct besteld ook. Je kon kiezen tussen een hardcover, dus echt een boek of zo'n magazine. Ik heb voor het boek gegaan, want ja, die magazines dat gaan nooit niet lang mee bij mij als de kinderen ze ontdekken. Maar dus ik heb die besteld, betaald. Het vreemde, het was niet zo duur. Ik denk dat het €15 was voor het magazine. En als je het in boekvorm wou, in een hardcover wou, denk dat het maar €30 was of zo. Maar het vreemde was, ik kreeg geen bevestiging. Ik kreeg geen mail, geen bevestiging van mijn bestelling. Dus dat was een beetje vreemd. Dus ja, met dat al vrij gedateerd was, dacht ik, ja, misschien gaat het toch niet doorkomen. Het geld werd wel afgeboekt.
En nu, een week later, zat het gewoon in de bus. Ik heb nooit een bestelbevestiging gehad. Ik heb wel op een bepaald moment een mailtje gekregen van een transportbedrijf dat er een pakje op komst was, maar kon niet zien. Er stond enkel bij FL Media of zoiets. Dat zal waarschijnlijk de uitgeverij zijn. Maar kon het op dat moment niet echt linken met... Ik kon de twee niet met elkaar linken. Maar goed, we gaan even kijken wat erin zit. Hè. Ik ben hier ondertussen al open aan het scheuren. Mijn boeken die op zolder staan, ik heb er een aantal die zelf zo op zolder staan, omdat ik nog geen plaats heb om ze uit te stallen. Deze zit zelf nog in een plasticje ook. Meestal zit dat gewoon los in die karton. Maar dat is het dus. Hè. Dus van de 901 naar de nieuwe 992. Spijtig dat de witte kleur van deze niet overeenkomt met de witte kleur van deze. Dus ik weet niet, het is waarschijnlijk door mensen die normaal gezien een magazine opstellen gemaakt. Dus ik weet niet wat de format zal zijn. Het zijn dikke bladzijden in cijfers. Hoe is dat 006? Of bladzijden? Ja, dat zullen de bladzijden zijn. Ja, kijk, begin bij 006, pagina 006. Die dingen zijn, die zijn wel mooi, maar die zijn veel te duur. En ja, qua veiligheid, dat zou ik eigenlijk ook niet willen hebben. Qua veiligheid, je ziet het hier al, die ouders hadden nog geen... Geen hoofdsteunen, die had nog geen kreukelzones. Ik denk de Turbo, ja, die had hier zelf. De Turbo was de eerste die dan hier zo een plastic bumper had en een soort van kreukelzone in die bumper, omdat dat dan verplicht was. Maar deze hebben dat allemaal nog niet. Ik heb bij Ronse ene keer, ik heb er ook een video van gemaakt, ene keer een 912 is dat dan. Die zag er eigenlijk zo, het was een import wel. Een 912 die dan gewoon een minder snelle motor had. Hè. Oeh, hij zit hier plots al. Dat is al de nieuwe eigenlijk. Oké. Okay. Ja, het is wel mooi. Maar je ziet, kijk, dat zijn echt zo... Dat is de layout van een magazine, echt. Hè. Met dan... Oh, dat haat ik, hè. Foto's over twee bladzijden. Dat vind ik ook alleen maar in magazines, hè. Je kunt dat onmogelijk te goed zien, die foto. Omdat je met die vouw hier zit, hè. Ja, plus dat is ook echt typisch voor magazines. Heel de layout. Ja, ik weet niet goed. Ah, hier, kijk, dat is zo één. Dat is die bumper waar ik het net over had. Hè. Hier zie je dat, die ribbeltjes. Hier zie je. Dus dat was de eerste waarbij dan ze een bumper moesten verwerken in de carrosserie. Ja, zoveel weet ik er niet van. Het is niet dat ik... Ik vind het gewoon toffe auto's. Kijk hoeveel groter dat die geworden is. Dus die heeft nog altijd die dubbele koplamp. Je ziet nog heel veel dingen terugkomen. En dat vind ik knap aan dat model. Dat over al die jaren dat geëvolueerd is. Moderner, sterker, beter. Maar dat je nog altijd die oude auto daarin herkent. Maar kijk hoeveel kleiner dat die was vroeger. Tegenover nu. En ik ken er niet genoeg van om te zeggen welke uitvoering dat is. Hier, dat is nou mooi, hè. Maar ja, het zit zelf reclame in, zeker. Is dat nu geen reclame? Ik denk dat dat reclame is. Maar ja, tof boekje. Ik ga het er op mijn gemak doornemen. Voor wat het maar gekost heeft, is het wel leuk om te hebben.